Ze zeggen altijd van de schone taloor kunnen niet eten. Hè? Dat is waar. En hoe is het met jouw zenuwen? Ça va. Ik kan geen blauwtje lopen. Ik weet het. Stel, je gaat op date. Je neemt alle twee uw ma mee. Hallo. En alleen zij mag praten. Aan de ene kant Hanne, kapitein van de rugby. Naast de bal ving ze ook al eens een Pokémon. Maar nu is het tijd om een lief te vangen. Is ze na deze date van straat? Aan de andere kant, ras-echte stratier Arno. Volgens zijn ma is hij op zoek naar iemand om te knuffelen. Want het is een echte knuffelbeer. Oh. Ook al sneed hij die laatste vroeger voornamelijk open. Dat is mama's kindjes. Doe je sport? Hanne is kapitein van de rugby nu, inderdaad. Dus ze speelt rugby. Ja, dat is wel heel tof. Dat is een sport die Arno van mij niet mogen doen. Omdat ik dacht dat hij met elkaar slaat. Ze heeft de mond een beetje op. En Hanne is wel iemand die graag zo ruwweg Maar Arno sport. Hij zit op de scout. Is een jongen die zeer graag bezig is, die ook zeer graag uitgedaagd wordt. En daar een reactie op verwacht. Geen probleem. Het zal escaleren zelfs. En met rugby lijkt mij een fijn persoontje. Gaat dat allemaal goed? Ja, het is een beetje raar op de zaal, maar ze is niet echt... Het is ook verkozen tot Miss Clumsy. Dus Hanne is iets die haar smijt. Het moet niet allemaal even elegant zijn. Dus die rugby is ideaal voor haar. Want eigenlijk is tackelen een van haar sterkste punten in dat team. Omdat ze er gewoon smijt. Jong of meisje, zou daar niet in. Is Arno een avontuurlijk type? Zeker, ja. Ik geniet daar enorm van dingen te doen die ze misschien zelfs afraden. In Gent zeggen wij een stratier. Dat is iemand die graag op straat loopt. Vroeger was ik ook zo, nu ben ik graag thuis. Want mij noemt Arno soms sociaal incapabel. Daar heeft hij misschien gelijk in, maar ja. Je kunt hem geen dag thuis houden. Sta je voor zeer avontuurlijk, like bungee jumpen, zou je dat willen doen? Ik denk het wel. Zou ze achterop de motten durven? Want dat zijn toch ook wel dingen die hij graag doet. Ja. Ja. Hij rijdt nu nog met een 125. Ik noem dat naaimachine. Dat is zeker nog een item op haar programma, een motorrijbewijs. Arno heeft ooit gezegd tegen mij, voor veel mama's ben ik de ideale schoonzoon. Maar ik denk dat de dochters daar anders over denken, dat ik misschien niet macho genoeg ben van uiterlijk. Maar het is nogthans de ideale jongen. Ik ben met zijn papa getrouwd, het is de kopie ervan. Dus, Heeft hij ook zo mindere kantjes? Is nogal structuur. Is Anne ook zo? Hij ligt niet met ons zoontje. Mag niet in de zetel. Bij ons is dat kinderen. Nee, ons zoontje zit overal. Anne, dat moet hem leren. Zo'n beetje. Het is dat wat ik bedoel, die rechtlijnigheid. Dat is zo. Nu moet ik met mijn poep op de grond gaan zitten omdat Arno geen zoontje in de zetel had. Van Hanne slechte gewoontes. Ordennetheid. Het is een echte slodderwas. Hij kunt in 5 minuten stort maken van uw kamer. Ja, hij heeft zo sommige puntjes zo. Als ik de strijk gedaan heb, moet ik dat op zijn bank leggen. Want ik mag dat niet in zijn kast leggen, want zijn kousjes liggen zo mooi. Zijn, ja. Zo puntjes, dat is echt. Ik ben een beetje van Arnold type. Bij mij moet blaadje zo liggen en niet zo. Ik ben van die type, dus wij gaan goed overeenkomen. Ja. Ik heb er iets mee dat voor Hanne belangrijk was als kind. De Pokémon. Niet dat ze nu nog Pokémon vangt, absoluut niet. Maar als kind heeft ze allemaal gehad. Hanne ging nooit naar buiten. Hanne zette haar dorp op en al haar figuurtjes. Ik kon daar uren, maar uren, hele verhalen rondmaken. Arno houdt van knuffels. Hij was heel zot van paardjes. Hij heeft dus ook een verzameling paardjes. Knuffelt hij nog altijd? Hij kon zelf een keer een moment hebben dat hij hem niet zo goed voelt. En dan, ik denk dat hij dan wel zo een keer zijn knuffelbeer van 1,70 meter zo
toch wel een keer... ja, nu misschien niet, maar dat weet ik zo niet meer. Maar hij staat toch nog altijd op zijn kamer. Hij had een knuffelbeer en dat sneed hij van kleins af al open en dan naaide hij dicht. En hij deed er niet anders dan verbandjes rond. Die dus beren... er was toen al interesse? Ja, dat voor hij geneeskunde... Ja, we hadden dat niet in het gedacht, maar... Ja. Arno, wil jij nog iets weten? Wat is voor Hanne een ideale date? Goh, een stukje eten, een keer een picknick. Romantisch aangelegd ook. Ja. Hanne vindt dat leuk de eerste keer, de tweede keer. En de derde keer hoort dat dan wat melen. Dus... Ik kom niet elke dag met een bloem thuis, want dan... Nee. Ja. Ben ik benieuwd. Wat is het slechtste dat hij al ooit gedaan heeft? Denk mij een raskap een schub gegeven. Ja, dat. Jan heeft daar al een trap geschud. Ja, nee. Zullen ze een cupcake krijgen en dus alleen op date gaan? Dat beslist mama. Krijgen ze er geen, dan vindt mama de tegenpartij niet geschikt voor zoon of dochter lief. Ik dacht het wel. Oh, ik ben echt opgelucht. Oh, ik ben blij dat ik terug mag praten. Oh, dat was lastig. Ja, zwijgen. Niet praten. En mama die ze dingen zei en dat ik zo was... Nee. Ja, sommige dingen waren niet correct. Nee, zeg het. Allee, santé. Santé. Alleen kun je ook wel dingen doen, of zo met je vrienden. Dat is toch niet altijd hetzelfde. Nee, het is leuker met... Ja, soms is het gewoon toffer met twee dan... Dat is waar.